kunst. De een vindt het prachtig, de ander moet er niets van hebben. Maar één ding is zeker. Het moet een bepaalde emotie bij je oproepen. Soms laat het je nadenken, soms is het grappig en soms juist verdrietig. Maar wat als het iets heel anders doet? Wat als het je achtervolgt in je dromen? En wat als het elke seconde van je leven in beslag neemt? In deze video gaan we het hebben over drie vervloekte schilderijen. Kunstwerken die hun eigenaars het leven zuur maken. We beginnen met een schilderij genaamd The Hands Resist Him. Op het eerste gezicht lijkt het een gewoon schilderij. Maar als je beter kijkt, zie je wat vreemds achter de jongen. Achter het glas van de deur zie je verschillende kinderhandjes een graaiende beweging maken. Alsof ze die jongen willen grijpen, of misschien wel naar buiten willen. Hoe dan ook is het een erg naar schilderij om naar te kijken. Het helpt ook niet mee dat een aantal jaar nadat het schilderij gemaakt is, drie mensen die het schilderij in hun bezit hebben gehad zijn overleden. Het koppel wat daarna het schilderij in hun bezit kreeg, maakte vreemde dingen mee. Het stel kreeg vreemde dromen, waarin het jongetje van het schilderij voor ze verscheen. Ook verklaarden ze dat de handen verdwenen en op andere plaatsen weer verschenen. En hoorden ze soms gehuil van kinderen, als ze in dezelfde kamer als het schilderij waren. Het stel wilde van het schilderij af. En de 26 jaar die zouden volgen, zou het opgehangen zijn in een galerij. In het jaar 2000 kwam het schilderij opeens weer boven water, toen het te koop werd aangeboden. De tekst bij de advertentie leest: toentertijd vroegen we ons af waarom iemand zo'n perfect schilderij weg zou gooien. Vandaag de dag weten we waarom. Onze 4,5 jaar oude dochter vertelde ons dat de kinderen in het schilderij aan het vechten zijn en 's avonds haar slaapkamer binnenstormen. Sindsdien is de legende van het schilderij alsmaar gaan groeien. Mensen die het schilderij online zien, voelen zich vaak misselijk en verward. Ondertussen probeert de No Sleep Reddit te onderzoeken wat er aan de hand is met het vreemde schilderij. Dus misschien krijgen we ooit nog een antwoord. Het volgende schilderij komt je misschien bekend voor. Mij in ieder geval wel. Mijn oma had er namelijk eentje in de logeerkamer hangen. Ik weet nog dat als ik daar bleef logeren, ik het altijd super ongemakkelijk vond om naar te kijken. Het schilderij is gemaakt door de Italiaanse schilder Bruno Amadio en het heet De Huilende Jongen. Het was een schilderij wat met duizenden kopieën tegelijk is geproduceerd. Op het schilderij zien we een huilend weeskind. In 1985 begonnen er vreemde verhalen te verschijnen over deze massa geproduceerde schilderijen. Volgens een artikel in de Britse krant The Sun claimt een brandweerman dat hij al verschillende keren het schilderij tegen is gekomen bij grote huisbranden. Vaak lag dan de hele bewoning of kamers in as, maar het schilderij bleef altijd ongedeerd. Meteen werden er verschillende tests naar het schilderij gedaan en onderzoek naar de branden. De Sun had zelfs mensen die het schilderij bezitten opgeroepen tot een Halloween-verbranding van de doeken. De legende gaat dat de zielen van overleden weeskinderen vastzitten in de schilderijen. Vooral jonge kinderen zeggen met het jongetje in het schilderij gesproken te hebben. Deze waarschuwden ze dan als er brand ging uitbreken. Nu ben ik zelf ook wel fan van schilderijen. Zo heb ik bijvoorbeeld deze in mijn studio hangen. Sommige mensen die dan langskomen zeggen dat ze hem eng vinden. Iets wat ik op zich wel kan begrijpen. Maar toch is het niet zo eng als het laatste schilderij van deze video. Dit kunstwerk heet The Anguished Man. En is moeilijk om naar te kijken. Het schilderij lag op de zolder van Sean Robinson's oma. Zij bewaarde het daar voor 25 jaar. En claimde dat de geest van de maker erin vast zat. De maker zou zijn eigen bloed gebruikt hebben als verf. En daarna zelfmoord gepleegd hebben. De oma zei vervolgens dat ze vaak huilgeluiden en stemmen van de zolder hoorde komen. Ook beweerde ze dat ze een man in het zwart door het huis zag lopen. Het was de reden dat ze het schilderij op zolder hield. Toen Sean zijn oma overleed, erfde hij het schilderij. En al snel kreeg hij met dezelfde paranormale verschijnselen van doen, net als zijn oma. Nadat de zoon van Sean claimde dat iets of iemand hem van de trap afduwde, zette Sean camera's neer in zijn huis. Op de video's die hij op YouTube plaatst, zie je deuren uit het niets dichtslaan en hoor je vreemde geluiden. Je vindt zijn kanaal onder in de videobeschrijving. Dat was het weer voor deze video. Wil jij een sneak peek krijgen wanneer ik bezig ben met het maken van een nieuwe video? Volg me dan op Instagram. Ik zal die link ook hieronder in de videobeschrijving neerzetten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.